Hallo allemaal, mijn naam is Victor, dat is Gerard achter de camera en wij zitten vandaag in een bijzondere teelt, namelijk de knoflook. Nou, daar gaan we dan. Zullen we eens kijken naar de knoflookrooier. Is eigenlijk een knoflookrooier of een... Ik weet niet wat het is. Knoflookplukker. Een knoflookplukker. Hoe groeit knoflook? Hoe groeit knoflook? Ja. Ik denk hetzelfde als een banaan. Ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Ruikt het wel heel sterk, die knoflook. Nou, de rooier, dat is een beetje hetzelfde principe als een wortelrooier. Dus het wordt opgelicht tussen twee klembanden naar boven. Boven wordt het loof eraf gesneden en dan komt het op de band en dan gaat het in de kisten. Bij wortelen wordt het loof als het ware afgetrokken, ja. En hier wordt het eraf gesneden. Okay. Omdat je dat gewoon niet eraf kunt trekken, dus dat wordt door middel van twee messen, die draaien tegen elkaar in en dan wordt het eraf gesneden. Okay. En dat is het essentiële verschil en daardoor krijg je dus ook een op de knoflook een steeltje te staan. En dat zijn dan die knoflooken die je dus in de winkel ziet liggen met een knoflook met een groen stukje steel eraan. Okay. En dan is dat is dan verse Nederlandse knoflook, want de meeste knoflook die je in Nederland koopt is Chinese knoflook. En die is meestal 2 of 3 jaar oud. En dat is het mooie van die Nederlandse verse knoflook. Ja. Die smaakt veel lekkerder als die Chinese knoflook. Ja. Ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar doe het toch. Als je een teen pakt en je bijt erin, dan is hij in eerste instantie heel scherp. Ja. Gadverdamme. En als je hem dan weggekauwd hebt, dan is het een hele zachte nasmaak. Dat wegkauwen heb je dan weer niet gedaan? Nee, wegkauwen heb ik vooral in een beetje uitspugen. Nou, mocht je dit filmpje net zo leuk vinden als wij en mocht je net zoveel houden van knoflook, geef het filmpje dan een dikke duim en een reactie hieronder. De beste reactie die krijgt van ons een gratis knoflook thuis gestuurd of opgehaald, dat wij zelf wil. En vergeet vooral niet te abonneren op ons kanaal. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ah, gadverdamme. Weet je ook waar je aan de hoofd staat? Allemachtig. Ik ben blij dat we wat Fanta hebben meegenomen om het wat te blussen, want monster echt in de hands.